Orde aanbrengen in dingen, dat zijn de zogenaamde dwangneuroten. En dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen. Je moet zeggen dat ze iemand een obsessief-compulsieve stoornis heeft of een obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis. Oftewel DSM-5, hekje 302.15. Dit gedicht heet dan ook DSM-5, hekje 300.3. Een dwangneurote is te benijden. Hij is iemand die voor alles wat hij doet een reden vindt. Zoals een rups zijn draden spint, zoals een spin zijn webben weeft, maakt hij zijn eigen labyrint. Ontzaglijk als een kathedraal en efficiënt als een fabriek, waar elk deel van het mechaniek zijn functie of bedoeling heeft. Verward je niet met bijgeloof. Besef dat de zin... Besef dat de zinloosheid van zijn hele doen en laten in jouw hoofd zit, niet in dat van hem. Wanneer hij niet dag in dag uit volgens een panisch ritueel binnen onwankelbare lijnen de kosmos en de maatschappij zijn wil oplegt, stort werkelijk een hele wereld in. De zijde. Dus laat een team als een handen wassen en de gaspit controleren, paaltjes tikken, stappen tellen om het toeval te bezweren, regels tussen tegels mijden, schietgebedjes reciteren en zo vaak hij wil herhalen. Laat hem elastiekjes sparen, tot op de cent gepast betalen en alle bonnetjes bewaren. Laat hem opnieuw zijn nagels veilen, headlines checken, deadlines halen, oma even treden overslaan. Neem het hem niet kwalijk dat hij soms een halve ochtend doet over kritische handelingen met een lichtknop of een kraan. Wink je niet op, leef met hem mee. En gun hem, als hij vliegen moet, zijn stoel 27C. Koester en steun je dwangneuroot. Maak in godsnaam niet de fout om het systeem te ondergraven waaraan hij jaren heeft gebouwd. Blijf kalm en word vooral niet boos als hij zijn wereld redt terwijl er haast bij is en tijd tekort. Bedenk, dat doet hij allemaal voor jou. Geheel belangeloos om te voorkomen dat het moeilijk wordt.